Welke rol zien jullie voor genetisch gemodificeerde gewassen weggelegd in het enerzijds het milieuvriendelijker maken van de landbouw, anderzijds het uit de wereld helpen van honger? Ik denk dat het zo is dat GMO's een verschrikkelijk belangrijke rol kunnen spelen op het moment dat je het hebt over ziekteresistentie en het voorkomen van schade door schadeverwekkers. Ook mogelijkerwijs kunnen ze een rol spelen bij het te weerstellen tegen droogtes en dergelijke. Maar heb nog niet de illusie dat daarmee het wereldvoedselprobleem opgelost wordt. Dat is echt een onjuiste voorstelling van zaken die de pleidooibezorgers van GMO's nog wel eens een keer naar voren willen brengen. Ik ben dus tegen een taboe op dit soort innovaties, maar tegelijkertijd verwacht ik niet alle wonderen ervan. Maar zie wel de mogelijkheden om heel snel nieuwe resistenties op te bouwen. En dat is iets wat we graag willen, want de normale resistentie tegen een ziekte of plaagverwekte duurt toch 10 jaar en dat kun je versnellen tot 2 jaar. U bent er mee akkoord? Yeah, well, look, GMO's have been commercialized since 1996 and the first GMO plant was from 1992. And basically the two traits that have been developed are insecticide resistant, or rather insecticide producing plants like BT cotton, for example, or plants that resist herbicide, glyphosate resistant soybean, for example. And up to now, these have not been the most promising for the farmers who most need to be supported in developing countries, so that this is a technology which, for the moment, has not been, for the most part, useful in supporting these farmers. There's one exception, perhaps, which is BT cotton, that is used on a large scale by farmers in India and in China. But that's the only exception. For the most part, it's been supporting large-scale industrial agriculture in rich countries. And even soybean production in China, in Brazil and Argentina, for example, is very much Western type, right? It's not developing country agriculture. So I think the benefits for farmers will depend very much on the type of farmers we consider. Some technologies that are perhaps good for farmers in the Midwest, in the US, may not be suitable for farmers in Bangladesh or South Africa. So it is certainly not the magic bullet some people saw it to be. And it's also important to acknowledge that the scientists who work on this cannot work freely to determine the health impacts of food that is prepared following genetic modification. Someone like Gilles-Éric Serralini, who studied the impacts of the consumption by mice of glyphosate-treated GM maize, for example, was the first one to go a bit beyond the very minimal tests that could be done up to now. And for the most part, the industry, particularly Monsanto, which is a leading biotechnology company, of course, is blocking research on this issue. And I'm very concerned that consumers have no reason to be reassured when research is actively blocked and leading scientists to complain that they're not in a position to make solid research on the health impacts. So I see problems. I'm not reassured in this respect. I also see that despite the promises, in fact, in the long run, GM crops have led to an overuse of pesticides because of the need to combat super weeds that have developed. And it is not always true, therefore, that they have led to a reduced use of external inputs. I'm really skeptic, and I think it's been in the discussions on food security a sort of, you know, red flag. In other terms, it's been extremely divisive, extremely controversial, and diverting our focus from the real issues which we should focus on. Ik denk dat het verstandig is om ook hier weer een gebalanceerd standpunt te hebben en niet te zeggen van nou, het is allemaal slecht. Want het is een feit dat er is nu ongeveer 150 miljoen hectare in de wereld die met GMO gewassen, dat is weliswaar alleen maar katoen, mais, koolzaad
en soybean. En dat is heel weinig en dat is ook eigenlijk heel jammer. Want doordat de GMO-techniek gemonopoliseerd wordt door een paar grote bedrijven, zie je dat in feite de andere mogelijkheden niet of nauwelijks worden benut. En het zou dus daarom ook eigenlijk heel verstandig zijn als uit de publieke sector ook wat meer aandacht daarvoor zou zijn om ook alternatieven te ontwikkelen. En op een zodanige wijze dat inderdaad de arme boeren echt wat aan hebben. En dat zou heel goed kunnen. Maar dat gebeurt niet omdat het dus op dit moment die techniek en de mogelijkheden volledig gemonopoliseerd worden. Dat vind ik een verkeerde ontwikkeling om dan te zeggen, dan doen we er maar een moratorium op. Ja, dat is denk ik iets wat onverstandig is. Ja. Dus dan doe je de ogen dicht voor de mogelijkheden. En je sluit dat uit en dat zou dus onverstandig zijn om dat te doen. En ik zeg, het zou eigenlijk heel verstandig zijn als vanuit de publieke sector ook veel meer op dit soort technieken werd geïnvesteerd en gekeken op welke wijze die ook zodanig kunnen worden ingezet dat een aantal belangrijke problemen kunnen worden geadresseerd.